Ja, ik ben er weer. En dan had ik de schoon kip wel bij. En meer kijk. Ik heb echt vertrouwen in de cabine, dus het is echt opgegaan. Ik hoop dat we de tweede week zo mogen rijden. En dan hebben we, wat mij betreft, gewoon een dik 10. Vrienden, vriendinnen van de sport, welkom bij het Eurol VEKA MAN Rally Team. We zijn bijna klaar voor de Dakar van 2016, een prachtige editie die verleden gaat worden in Argentinië en in Bolivia. Uiteraard volgen wij natuurlijk grotendeels de vrachtwagens en die krijgen behoorlijk wat kilometers voor hun kiezen. In totaal moeten ze gaan afleggen 9300 kilometers, bijna 94 zelfs. En de afstand van de klassementsproeven, ook die is aanzienlijk hoor, dik 4300 kilometer met de chronometer ernaast. Maar ook de voertuigen en de teamleden van het Eurol VEKA MAN Rally Team hebben een behoorlijke reis achter de rug. Alle vrachtwagens, de mediaauto's en de racetrucks hebben 11.000 kilometer op de boot gestaan. De leden van het team meer dan 13 uur in het vliegtuig gezeten om aan te komen in Buenos Aires. Het team legt dan in de hitte van de Argentijnse zomer de laatste hand aan de drie rallytrucks, waar vooral de laatste sponsoren worden toegevoegd. Het zijn de allerlaatste voorbereidingen voor de Rally Dakar 2016. In 2015 zijn de trucks volledig onder handen genomen met natuurlijk weer techniek van reiger suspension. Een enorme verbetering in de wegligging heeft dat gelukkig weer opgeleverd, maar ook aerodynamisch zijn de vrachtwagens aangepast. Marcel Vliet, service park in Buenos Aires. Op de achtergrond de drie racetrucks van het Eurol VEKA MAN team. Nieuwe rol, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Leg uit. Ja, na mijn afscheid van afgelopen jaar heb ik wel Peter beloofd om er dit jaar bij te zijn. En dat is ondertussen uitgegroeid als teammanager zijnde. En daar ben ik hartstikke blij mee. We hebben het fantastisch voor elkaar dit jaar. We hebben super gemotiveerde rijders. En de ouders staan er goed bij. En ja, ik verwacht gewoon minimaal top 5 en zelfs een podiumplek. Zou ook kunnen betekenen dat je misschien wel minder slaap krijgt dan dat je had als rijder. Nou, nu moet ik s'avonds werken in het bivak. Ik kan niet zomaar de auto stilzetten, de sleutels afgeven en gaan zitten. Dan begint ons werk pas. En tijdens de dag ook om de jongens te volgen of dat goed gaat. Het wordt een spannende rally. Veel concurrentie. Dus we moeten er gewoon bij zitten. De Dakar van 2016, Peter Versluis. Weg van terug geweest of terug van weg geweest? Welke volgorde het jij wil? Terug van weg geweest. Laten we het daar maar op houden. Marcel Pronk bij je in de auto, Arthur Klein bij je in de auto, de wizard van de motoren. Dat moet ook vertrouwen geven, toch? Want ik denk dat Marcel Pronk ook echt stappen gemaakt heeft. Nou ja, Marcel Pronk die heeft zeker stappen gemaakt en heeft natuurlijk heel veel ervaring opgedaan in de truck bij Marcel van Vliet. Arthur zijn we altijd natuurlijk super tevreden over geweest. En wat je al zegt, de wizard van de engines, en daar is hij. En ik vind het wel heel fijn, en dat wil niet zeggen dat ik natuurlijk tekort wil doen aan mijn voorgaande mensen, want ik heb fantastische rallies in het verleden gereden met Jurgen en met Harry. Maar ja, goed, als ik nu dus een ervaren motorman naast me in de truck heb zitten, die constant daarmee bezig is, ja, ik denk dat ik het in de cabine echt voor elkaar heb. De 506, Hans Stacey. Ja, ik moet het zeggen zoals het is.
terug op het oude nest. Ja, ik kan er ook niet anders, iets anders van maken. Met goed gevoel moet ik zeggen. Ja. Ja, ik ben eigenlijk een van de medeoprichters van het team. En ja, ik heb natuurlijk ook in de rally race heel veel successen gehad met hem. Ik hoop dat we dezelfde successen nog een keer zouden kunnen halen. Dan moet jij ook merken of de auto aan zich stappen gemaakt heeft ten opzichte van wat jij nog weet. Er zijn natuurlijk veel dingen veranderd aan de auto's. Ja goed, er zijn natuurlijk een heel aantal zaken veranderd. En je merkt natuurlijk ook verbeteringen, absoluut, hè, dat is doorontwikkeld. Maar je merkt ook nog steeds dat de auto is van toen. Kijk, het chassis en het rijwielgedeelte is gewoon nog identiek. Natuurlijk zijn de schokbrekers verbeterd, de remmen zijn verbeterd, een aantal meer punten. Met name ook het vermogen. Het is dezelfde motor, de D26 motor van MN, de Commerail, waar ik de Transcontinental in Sint-Petersburg mee gewonnen heb. Maar ook die is verder doorontwikkeld en het is gewoon een hele fijne auto. Ik bedoel, ik heb er schik mee en ik voel me eigenlijk heel erg goed in een MN. Last minute inschrijving bij het team is Marcel Huigenvoort. Hij rijdt samen met navigator Frans van Zutphen en monteur Koen Donkers. Het idee is stel gewoon vanaf dag 1 voor de pole position gaan en kijken dat die andere twee ons bek kunnen houden. Maar dat is het mooie ervan. Maar dat zien we allemaal, dat weet ik. Daar kan ik helemaal niks van zeggen, dat is een grote verrassing. Ik moet het verstand gebruiken en ik dien hun. Dus ik moet achter proberen in de race te blijven in ieder geval. Als ik in de race zit, zit ik achter hem. Ben je in de auto Koen Donkers, Frans van Zutphen? Ken je ze allebei goed? Ja, twee hele fijne maten van me. En de jongens hebben me nog nooit in de steek gelaten en dat zal nou ook niet gebeuren. Want de jongens zijn gewoon twee handen op in hun buik klaar, alle twee. En Koen en Frans kennen elkaar zelfs nog langer dan zes men kunnen. Maar we hebben al drie gewoon super klik met elkaar. We doen heel veel motorrijden. Frans is eigenlijk altijd de voorrijder, de gids bij ons. Koen is de laatste man en ik hang er altijd een beetje tussenin. En in die stelling zitten we ook in een auto. Dus die twee zijn mooi aan het stoeien en ik luister maar aan wat er allemaal gaat gebeuren. Klaar. Natuurlijk gaan we uit van onze eigen kracht, maar ja, de concurrentie loert altijd, kijkt altijd en is er gewoon. Want ja, kijk maar naar de regerende kampioenen, de mannen van Kamaz. Natuurlijk moeten we ook het team van de Roy in de gaten houden met Iveco. En ik denk ook dat je Renault dit jaar zeker niet mag uitvlakken. En wellicht zal het ook dit jaar wel gaan om de details. En dus moet je zorgen dat je dingen goed voor elkaar hebt, dat je het oefent. Bijvoorbeeld het wisselen van een band. En dat valt niet altijd mee. Maar het aloude spreekwoord zegt, oefening baart kunst. En zo was het. Aan het einde van de rit ging het allemaal gewoon zoals het hoort. En dus zijn we er klaar voor. De Dakar 2016 kan beginnen. Plaats van handeling voor de eerste actie van de Dakar van 2016 was uiteindelijk Technopolis, want daar was het startpodium. Gisteren, zaterdag 2 januari, moest men dus allemaal in slagvolgorde over dat podium. En dus was de 506 van Hans Stacey de allereerste MAN-truck van het Eurol VEKA MAN Rally Team die over het podium kwam. Daarna volgde uiteraard natuurlijk Peter Versluis. En zo ging men op weg naar dat eerste kleine proefje van 16 kilometer. Die zouden uiteindelijk de startposities bepalen voor de dag van vandaag. Maar bij de auto's een ongeluk geweest, proef geneutraliseerd. En dus hebben de vrachtwagens helemaal niet eens een tijd neer kunnen zetten. En dan is het zaak om gewoon je route af te maken. Een dikke 300 kilometer naar Rosario. Maar aan de andere kant ook geen problemen met de auto's. Ook geen schade aan de auto's. En eigenlijk een half bakken dagje. Wat uiteindelijk gewoon een dagje verplaatsen werd van Buenos Aires naar Rosario.
Vrienden en vriendinnen van de sport, welkom vanuit Villa Carlos Paz. Want daar zijn we inmiddels dag 2 van de Dakar van 2016. En weer geen competitie, weer de proef afgelast in dit geval. Je zou het niet zeggen nu, want het zonnetje is er weer. Vanwege ontzettend veel regen, heel slecht weer. Daardoor werden de proeven gewoon afgelast. En hebben de coureurs ten tweede maal alleen maar de assistentieroute hoeven rijden. Betekent dat je dan denkt, nou daar staan ze dan, oké, zit maar neer, niks aan de hand. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Er is niet één coureur ter wereld die uit zal stappen en zeggen, ja prima, doekje erover, klaar voor morgen. Nou kunnen we dat nog even checken, of ik heb dat gehoord, of ik heb dat gevoeld. En dus zijn, zoals altijd, de mannen die het moeten doen, de monteurs, weer gewoon aan het werk om ze klaar te maken voor wellicht de eerste echte competitieve stage van de Dakar. Want die moet nog komen. Vrienden, vriendinnen van de sport, daar zijn we. We zijn in Rio Termas Honda. Het is warm hier, 36 graden. Het was een lange dag vanuit Villa Carlos Paz, maar het was gelukkig wel de dag waarop de chronometer mee ging lopen. Het ging weer ergens om. En wat is het dan wel lekker als je aan het einde van de rit gewoon een 1-2 binnenhaalt. Met winst voor Hans Stacey en een tweede plaats voor Peter van Sluis. Loopt al tegen 11 in de avond, maar alle drie zijn ze er weer. Ook Marcel Huigenvoort, die horen we straks. Nu eerst maar eens kijken wat er op de proef gebeurde. En natuurlijk horen we de reacties van Hans Stacey en Peter van Sluis. Nee. Ja, maar. 500 meter. Rechts. Gewoon rechtdoor. Klein chicanneke. Met water. Op de voor de huis. Probeer hem terug te zetten. Rechts. Probeer het te zetten, ja. Ja. Ja, wat niet uit. Ja, dat weet het, hè. Even links vrij. Op het links, ja. Rechts, een beetje naar boven. Rechts, nee. En opletten hier. Jumpke, jumpke. 3 kilometer vrij. Dat is een auto. Nou moet hij toch echt stoppen die eigenlijk. Nou aan de kant. Opgelegd, concentreren, niet gek, dus ik heb maar je mas. Zo, rustig. Ik heb mas aan de kant. Ja, ja, die gaan wel opzij. Oké, okay, stoppen. Ja, ze gaan opzij. Ja, ze zijn aan het pinken. Zo, oké, okay, hens. Kijk doen. Bocht rechts. Niet te gek doen. Ja, hier gaan ze opzij. Heel erg al links. Even bedenken. Doe herpgrip. En dan zegt hij gewoon, in de mooie presentatievideo die we hebben, ik ga de eerste stage winnen. Nou, dit is eigenlijk pas de officiële eerste. Je hebt gewoon gelijk gehad, jongen. Gefeliciteerd. Ja, ik ben ook echt wel blij, ja. Dus we hebben echt op een gegeven moment, ik ben begonnen. En ik moest heel erg wennen aan de remmen, op harde pistes. Want het is natuurlijk, die Vekos hebben schijfremmen, die pakken veel harder aan. En,
Maar goed, ja, één nadeel van vandaag. We hebben echt 3 kwartier achter Colomy en een Kamas gezeten. Echt in stof. En meer dan 60 of 65 kilometer. En dat is zo frustrerend, want ja, dan zaten we gewoon een stuk meer ingezeten. Maar al dan niet, als we 1 en 2 worden, wie had er kunnen dromen, joh, op zo'n proefje. En ja, ik vond het gewoon een heel leuke proef. En als ik nou vraag, heb ik hard gereden? Nee, helemaal niet. Ik heb gewoon op koppel gereden, bop, en zo de berg op. Ik kan nog niet echt zeggen dat ik, nee, dat ik echt aan het trappen ben geweest. Maar ja, ik ben natuurlijk heel blij. Natuurlijk, het is toch een beetje mijn oude liefde. En dan kom je na 5, 6 jaar terug in een MN en dan, ja, je bent er weer. En, ja, dat is gewoon kip van werk, dat meen ik echt. We hebben 2 dagen moeten wachten op de actie. Jongen, wat is dat lekker binnenkomen dan zeg. Ja, hebben we wel eens een keer gedaan aan het eind van de stage, dat weet je nog wel. En nu aan het begin van de stage. En als je dan allebei met zulke resultaten naar huis komt, dan nou, naar het bivak komt, dan kan je alleen maar zeggen van we hebben vandaag iets moois laten zien. Voel je dan dat het lukt of hoop je dat het lukt? Hoe werkt dat in de cabine? Nou, het ging zo goed en we hadden goed tractie, we hadden goed vertrouwen erin. Aard op deze ding. Massa was dat gewoon top te navigeren. Alle rust erin, ook al zal er een foutje gemaakt zijn. We hebben 1 foutje meegemaakt. Nou goed, dan zeg je het even tegen elkaar. Maar er is alle rust in de cabine. Nee, ik heb echt vertrouwen in de cabine, dus het is echt top gegaan. Het is misschien wel het begin van iets heel moois. Ondanks, ja, open deur. De rally is nog lang. Ja, de rally is nog lang. We moeten niet overmoedig worden. Maar dat maakt niet uit. Deze is binnen en morgen hebben we weer zo'n etappe. En zo gaan we gewoon elke dag opnieuw de stage in.
500 meter krijgen we links een afkalving in puntsgevaar. Dat was in de achteruit. In de achteruit. Kijk, alarmlampen aan. Alarmlampen. Hoe moet dat? Zo zit die lange lamp. Was dat, jongens? Zit die rode? Ja, alarmlampen aan de vlug. Ik weet niet wat die is. Die groene ding erin druk. Die groene ding erin. Ja, ik kan er niet verder in. Doe er maar vooruit. Laat hem maar voorbij. Marcel Huigenvoort, gefeliciteerd. Je eerste officiële in je stage in de Dakar in een vrachtwagen heb je achter de kiezen. Hoe was het? Ja, helemaal dus begin gevoel met een auto in het begin. Dus dat was wel heel even wennen. Ja, en stof. We hebben echt heel veel in stof gereden. Ons was snel uitgekost. Maar ja, dat was ook eigenlijk misschien wel goed. Dat was misschien ook wel goed. Dan hebben we mooi weer langzamer in kunnen komen. Dus goed, we hebben gewoon ons best gedaan. Ik ben blij met deze positie. Ja, kei fijn. En de sfeer was goed. En ik kan er helemaal niks van zeggen. Ik hoop dat we iets minder stof hebben de volgende dag. En dan kan je nog een tikke tandje erbij, zou ik zeggen. Hè? De dag van vandaag bracht de mannen van het Eurol VEKA MAN-team van Rio Termo Honda naar Jujuy. Een dorpje in de bergen, maar onderweg was al duidelijk, het weer was er niet al te best. Rondom slecht te noemen. Ook op de proef begon er al wat regen en dus was er weer genoeg te vertellen en te zien over de proef van vandaag. Waarbij er uiteindelijk wel weer gewoon top 5 posities gescoord werden. Even open deurtje. We zitten in Jujuy. Oei oei, wat een regen. Ja, het is wel slecht, ja. Maar het ging op de proef. De eerste stuk was heel erg glad. Echt super glad. En daar heb ik ontzettend voorzichtig aan gedaan. Ik wilde gewoon echt op safe spelen, dus daar hebben we wel wat tijd laten liggen. Maar ja, toen kwam mijn trekker weer aan. Dus toen werd het weer droog en snelle pistes. Ja, toen heb ik weer een hoop tijd goed kunnen maken. Dus vierde, tevreden. Thank you.
alle drie de auto's zijn gelukkig weer binnen. Er zit wel links en rechts wat geel en groen op je auto, maar je hebt meer groen op je auto gehad dan je lief was, begreep ik, op de voorkant. Ja, ik was de eerste truc. En vooral de eerste 40 kilometer, 50 kilometer, dat was eigenlijk door een soort oerwoud, maar allemaal hele smalle, natte, gladde bergweggetjes. En er was nog geen truc door geweest, dus er was een moment dat de spiegels hingen vol, heel mijn zonneklep hing vol en ook mijn ruitenwissers zaten vol bladeren. Dus ik kreeg mijn raam ook niet meer schoon. En was wel een beetje rot, want die takken die blijven zo aan je truc hangen en je ziet gewoon niks. Ik had op een gegeven moment moest ik links een herp in. En bij mijn linkse spiegel hing zo'n grote stak, ik kon bijna niet naar links kijken. En dan dat is niet echt prettig. Maar goed, uiteindelijk natuurlijk wel heel tevreden. Jammer dat we de etappe niet gewonnen hebben op 17 seconden, maar ja, goed. Goed pad volgen. Ja, heb. Oh, een verder plek. Kijk, wat moeten we hier doen? Meter rechts aanhouden. Ja, ik heb het nog niet gehad. Was gewoon een superdag, Ja, we zijn heel zachtjes begonnen. Want ik moest even weten wat de ondergrond in en de auto in en de weg in en alles. Gewoon rustig erin komen. Nou, dat duurde een kilometer of 3-4. En toen voelde ik dat je gewoon goede grip had. Als ik normaal niet meer gas, ja, dat moet ik hebben. Nou, en ook met het bocht en remmen. En het ging super. Het is in ieder geval vanaf nu bikkelen en buffelen voor de monteurs. Want dit zijn natuurlijk omstandigheden waar je liever niet werkt. Maar ze doen het gewoon. Die mannen gaan altijd verder. De rally gaat ook verder. Maar hoe, dat is de grote vraag. Morgen moeten de service teams al richting Uyuni. Maar hier in Jujuy wordt er gewoon zeg maar, een rondje om de kerk gereden. De vraag is, wat gaat de wedstrijdleiding doen? Check het morgen bij ons hier op het YouTube kanaal. Vrienden en vriendinnen van de sport, welkom in Uyuni, want daar zijn wij inmiddels. Maar de heren met de vrachtwagens die in de competitie zitten nog niet, hè? Want die moesten nog even een rondje om de kerk doen bij Jujuy, waar het zo slecht weer was. Dat betekent dat het eerste deel van de marathonetappe was. Daarna volgt dan nog een dag later, en daarom staan we hier op ze te wachten. Het tweede deel wat hun ook uiteindelijk zal brengen hier rondom die prachtige zoutmeren van Uyuni. Maar, vandaar dat we het combineren, de beelden zijn er natuurlijk wel.
I appreciate 2.5. Links en rechts van de weg, uitwassingen, 2 ster. 100 meter links van de weg en rechts van de weg, uitwassingen, 2 ster. Dat is hier.3600 meter hoog. Wat merk je daarvan als jullie aan het rijden zijn? Nu gaat het goed, maar als we inderdaad aan het rijden zijn, dan heb ik er behoorlijk veel last van. En eerste steeds, net in de marathon etappe, de eerste etappe, toen waren Marcel en ik allebei de laatste 50 kilometer enorm ziek. Ik heb echt tot de duur mijn hand voor de microfoon gehouden en gezegd van, hoe lang nog? Toen zei hij 14 kilometer, ik hou het niet meer. Ik hou het echt niet meer. Ah. Nou, toen had ik zoiets van, nou ja, als het komt, dan komt het. Dus ik heb gewoon al het andere weer bijgezet en ik heb nog een slok water genomen. En toen kwam ik over de finish. Toen was ik het gelijk kwijt. Een beetje. Ja, jump boven kort rechts.
jongens. Over in de linkse bocht. 200 meter. Het is wel een repetitieve situatie dat je meekomt. Het is snelle gravel. Je krijgt hier en daar een riootje. Nou, gisteren zat er al wat variatie in met water dan. Omdat het ja, de laatste dagen mooi geregend heeft. En daardoor eigenlijk echt nog wel iets wat anders had dan snel en plat en stof. Ook wat vis gehad. Dus gisteren samen wat buiten duin hebben we alles gehad. En de kop zit heel dicht bij elkaar, zeg maar de top 7. Ja, ik denk vooral dat we dat kunnen wijten aan de begrenzing van 140. Laat ons zeggen tot 140 durf iedereen ook wel rijden, zelf op een snelweg 140 valt mij mee. Gaan we naar 150 is toch weer al 10 kilometer meer, lijkt niet veel 10 kilometer, maar je moet toch de ballen hebben om tegen 150 over een pad te gaan. Ook het vermogen van de motors, 140, 150. Nu zitten we allemaal wel met een vermogen overschot, maar als je ziet dat sommige ja, rallies van 15 kilometer meer verschillen hebben dan wij na 300 kilometer, maak het helemaal gek. Ik moet pissen, ik kan niet houden, ik moet echt pissen. Nee, pissen in de bocht. Ik zal pissen, nee, dat gaat niet. Oh, dan ga ik ook mee pissen. Ja, dat gaat niet anders. Sorry, dat gaat niet anders. Dat is kut. Je man is het niet normaal. En dus stond het hele spul weer prachtig klaar voor de volgende etappe. Een rondje rond de kerk in Uyuni in dit geval. Betekent voor de service monteurs dat ze lekker kunnen blijven staan. De start is niet ver weg hier en ze hebben iets van vier uur zullen ze op de proef bezig zijn. Het zal weer een dag worden waarin het opletten zal zijn om niet te veel tijd te verliezen en misschien wel aan te vallen. Vrienden en vriendinnen van de sport, daar zijn we weer. En ja, inderdaad, weer een rondje om de kerk, maar niet de minste. De etappe van Uyuni naar Uyuni was een beetje een rare dag, want iedereen kon eigenlijk, ja dat klinkt raar, in de rally uitslapen. Terug hoefde pas om 12 uur weg. Nu staan we natuurlijk nog te wachten tot ze terugkomen. En hebben de jongens eigenlijk een beetje een relaxte dag gehad. Maar dat mag ook wel. Want die moeten de volgende dag in één keer door naar Salta. Dat is wel gewoon 21 uur sturen. Maar goed,
Een proef van ongeveer een kleine 300 kilometer en dan nog een keer een verbinding erachteraan van 300 kilometer. Het zou wel eens een dag kunnen zijn waarin er links en rechts speldenprikjes uitgedeeld gaan worden. Wie kan er nou echt gewoon even zo rijden? Laten we eens kijken hoe het allemaal ging. Met een beetje geluk zitten we aan de goede kant van de streep. Het ging lekker, ja. Ik had gisteren ook wel een beetje mindere dag. En ik was eigenlijk een beetje boos op mezelf. En nu begrijp ik waarom.
Want de rest is allemaal 104 duct doorgereden. Wij zijn er omheen moeten rijden. Maar ja, uiteindelijk vanmorgen ik werd wakker en ik voelde me mentaal sterk. Ik denk, ja, het moet eigenlijk maar even gebeuren. Alleen om het dan te laten gebeuren, moet je dan redelijk hard doorrijden. Ja, en jongens die waren helemaal blij. Ja, ik ook natuurlijk. Want weet je wat het is? Ik heb vandaag voor het eerst een beetje fatsoenlijk gereden. Ik heb vandaag gewoon over stukken. Ja, gewoon echt, ging gewoon echt hard. Het was gewoon een beetje echt gewoon WK-tempo, hè, mijn ding. Niet gevlogen, hè? Ja, oh. Hey, twee keer? Hoezo stond je daar dan? Nee, maar ik hoorde je net vertellen. We zijn gelanceerd, joh. Ja, op een gegeven moment denk je twee punten. Denk, poort, ik hou me onderin. En dan kom je er beneden in één keer een afstappen van de meter en dan een opstap van de meter. Nou, ik weet niet of iemand gefilmd had, maar dat weet ik zeker dat ze de onderkant van alle kanten hebben gezien. Begin van de stage was ik iets minder, merkte ik ook wel. Ik vond dat ik in het begin van de stage niet lekker in mijn vel zat. Ik zat niet lekker in mijn ritme. Maar halverwege de stage trok ik de boel weer lekker onder controle. Ja, en dan zie je me in één keer gewoon vliegend naar de top 3 rijden. Dus ik had dat eigenlijk natuurlijk iets eerder moeten doen, maar aan de andere kant een minuutje verloren, dat is niet zo heel erg. En man, wat een sound, niet te geloven. Eigenlijk mocht ik gewoon wel een beetje trots zijn. Ik moet zeggen, nou, een beetje af voor alles wat er nu neergezet is, want we hebben gewoon mooie resultaten, we hebben goede auto's, jongens doen goed hun best. Ik kreeg gisteren ook een heel mooi compliment dat we gewoon echt een heel gemotiveerd team hebben. Het valt ook iedereen op dat iedereen loopt te lachen. Of het nou slecht gaat of goed gaat, ik bedoel, nu gaat het goed, dus je hebt geen reden om te jammeren. Maar we hebben ook wel eens andere tijden gehad dat het helemaal niet goed ging en dan is iedereen ook gewoon gemotiveerd. Dus we hebben een goede club en daar ben ik trots op. En zo hebben we de eerste twee plaatsen weer veroverd in het algemeen klassement. En dat is natuurlijk lekker, want we gaan op weg naar de rustdag. Maar ook dat is nog wel lang hoor. 817 kilometer in zijn totaliteit. De organisatie verwacht dat de deelnemers morgen 12 uur onderweg zijn. En de service crews, die rijden een andere route, 21 uur onderweg zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat de deelnemers eerder in Salta zijn dan de service crews. Maar de rustdag ligt erachter. Dat wordt ongetwijfeld geen rustdag. En als de stand van de rustdag mag beloven wat er aan het einde van de rit kan gebeuren, dan zitten we goed. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je zomaar meteen aan het werk kan gaan, want in Uyuni kan het nog wel eens spoken. En dat bleek. En zo staan we uiteindelijk dan toch met z'n allen in Salta. En is het de rustdag. Maar er is nog altijd aan de rustdag voorafgaand een echte competitiedag. Dat was niet de minste. We voorspelden dat het een lange dag zou worden. De monteurs kwamen vanochtend om 7:30 hier aan na 25 uur sturen. Dat is lang.
En op de proef is er ook genoeg gebeurd. Peter Versluis heeft zijn positie in het algemeen klassement goed weten te behouden. Maar bij Hans Stacey liep het niet van een leien dakje. Laten we eens gaan kijken wat er op de proef gebeurde van Uyuni naar Salta. Terug naar de normale hoogtes. En normaal ademen is ook wel eens lekker. 500 meter, Erpin links opgelet. Binnenkant houden, hier rechts mee nog. Rechts mee. 300 meter, Erpin links opgelet, binnenkant houden. Gat, 2 punten. 100 meter, daar een volgende bocht. Links, Erpin opgelet voor gat, langs rechts, binnenkant houden. Links, jop. Ja. 100 meter splitsing rechts, zonder meer. 50 meter splitsing rechts, hier rechts, scherp rechts. Goed, de rest niks. Start, goed, rustig, starten. Rustig blijven, niks gebeurt. Ja, rechts, ik ga zakken. Dat is niet de eerste dat hier richting gaat, hè? Hans, u stuur recht. Ik ga banden zakken. Rustig. Ja. Niet rustig die halen. Hans Stacey, de rustdag in het ozo bekende Salta, maar ja, daar ging een etappe aan vooraf. Monteurs waren pas om 7:30 vanochtend hier, maar wat heb jij allemaal meegemaakt op die proef? Want we zijn minuten kwijt. Ja, dat klopt. We zijn zeker minuten kwijt. En het kwam eigenlijk, we hadden een klein technisch probleempje, waardoor ik niet in mijn ritme kwam en een paar keer uit de, ja, zeg maar over de wal heen schoot. We hebben halverwege de proef hadden wij een probleem was ons rechterachterwiel, dat de temperatuur van de remvoering dusdanig hoog was dat we eigenlijk zo minimaal mogelijk zijn moeten gaan remmen. En ja, dat was eigenlijk wel jammer. En toen hebben we de verbinding, is er een band afgeklapt door die extreme hitte in die remvoering. Hebben we die band willen wisselen in een rivier. We moesten een heel stuk door een rivierbedding. Toen, dus we zijn gewoon op normaal tempo die band gaan wisselen en Jan, mijn vaste monteur, die lag eronder met die pompbalgen en ik was bezig met de luchthamer. Ik moest nog twee moeren. De truck kwam omhoog en op dat moment een hele doffe knal. En de auto zakte in één keer naar beneden, dus ik schrok mijn hoedje. Ik dacht, goh, als Jan maar niet onder de as ligt of zo. Toen heb ik Jan onder de auto uitgetrokken. Die was echt buiten bewustzijn. En heel eng moment gewoon. Blijkbaar achteraf is de luchtslang van die pompbalg afgeklapt en die kwam recht op zijn slaap. Er stond binnen een minuut een ziekenauto bij ons, moet ik zeggen, dat was heel, heel frappant. En ja, uiteindelijk, ik zeg, Jan, gaat het, hè? Je probeert toch, ja nee, het ging wel weer. En toen zijn we door moeten rijden naar de volgende start, alleen toen zijn we op dat tussentraject, omdat we zoveel tijd verloren hebben, hebben we een minuut of 5 verloren. En die tijd wordt gewoon wel bij de tijd op de klassementsproef geteld, dus ja, dat is wel, ja, eigenlijk wel heel jammer.
Dames en heren, het is rustdag in Salta. Wij presenteren u de leider in het algemeen klassement, het tussenklassement. Poeh, ja. Wel gehoopt, niet verwacht. Wel verwacht dat we de eerste week gewoon sterk uit de veren zouden komen. Maar ja, dat we nou inderdaad de hele week al laten zien dat we gewoon leiding geven aan het klassement. 1-2, 2-1 en het is elke keer een beetje wisselen van het stuivertje. Maar nee, het is goed gegaan. En ja, gisteren ook gewoon een topdag gehad. Gewoon goed stabiel gereden. Eventjes 2 minuten verloren door de remmen. Ik heb 1 keer het pendaal klem onder de bodemplaat gedrukt. Omdat ik heel hard moest remmen voor een calamiteit. Zeg maar. Ik had een hele vies gat. Ik moest klem op de rem en toen was mijn rempendaal weg. En uiteindelijk hebben we op 1 minuut 16 hebben we de wedstrijd niet kunnen pakken. Ja. 1 minuut 16 minus 2 minuten is volgens mij 40, 50 seconden. Dus we hadden hem kunnen hebben gisteren, maar dat maakt niet uit. Oh, dit is een nelke, dit is een in 100 woorden, super geweldig, heel blij, heel happy. Ja, kan niet beter. Geweldige positie, super fijn team, allemaal fijne mensen. In de cabine is het heerlijk, auto stuurt fijn. Ik ben gewoon een week aan het crossen met een vrachtauto. Ja, ik hoop dat we de tweede week zo ook mogen rijden. En dan hebben we, wat mij betreft, gewoon een dikke 10. Salta rustdag, wat is een rustdag? Moet je hier eens zien. Ik wil eventjes jullie laten zien wat een rustdag uiteindelijk betekent. Er wordt alleen maar keihard gewerkt. Hier wordt onder andere de remmen afgedraaid. Onder mijn truck wordt op dit moment een nieuwe versnellingsbak gemonteerd. Dus ja, de rustdag wordt misschien wel een klein beetje gezien alsof er de hele dag gerust wordt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je ziet alleen maar heel veel mensen keihard werken om de trucks morgen weer stabiel en sterk aan de start te krijgen. Ook in de laatste trucks hier zie je gewoon dat iedereen hard aan het werk is. En de jongens moeten hard werken, maar wij gaan straks ook voor het team weer wat betekenen. Want de rustdag is bij ons een standaard. Hun doen veel voor ons, wij gaan veel voor hun doen. Straks gaat de barbecue aan. We hebben heel veel steaks besteld en we gaan straks heerlijk smullen met elkaar. En dan gaan we eens een woordje naar hun doen. Want ik wil toch wel eventjes laten zien dat het niet alleen maar gaat om de rijders. Niet alleen maar gaat om de sponsoren. Maar ook gaat om de inzet van deze jongens die hier keihard aan het werk zijn. Maar na het harde werken was er dan toch gelukkig nog wel even tijd voor de inmiddels traditionele barbecue van het Eurol VEKA MAN Rally Team op de rustdag. En hebben de mannen hun buikjes weer gevuld, dat moet ook wel, want er komt weer een zware dag aan. De duinen zitten eraan te komen, het spul gaat zich verhuizen van Salta naar Belen en natuurlijk zijn wij er dan ook weer. Dames en heren, welkom weer bij een hernieuwde video van het Eurol VEKA MAN Team. We zijn inmiddels aanbeland in Belen. Het is de etappe van Salta naar Belen. En het is de eerste keer dat er een vorm van duintjes voor de deelnemers klaarlagen. Maar ook snelle paden, heel veel hotsen, knotsen en gedoe. En het bleek uiteindelijk een dag te worden waarin dingen niet altijd gingen zoals ze moesten. Waarin er andere deelnemers in de weg zaten. Kortom, er zijn weer verhalen genoeg. Wat gebeurde er in de etappe van Salta naar Belen?
Peter Versluijs, 5-0-10. Je riep voorafgaand aan de etappe naar Belen. Het wordt lang, hotse knotse, hoempenstoempen. Dat was het ook. Het was een stom dag. En het was een stomme dag. En het was wel een mooie etappe, dat moet ik wel zeggen. Maar er is best wel behoorlijk wat misgegaan vandaag. En uiteindelijk ben ik 20 kilometer voor de finish op over een steen gereden. Niet gezien. En daardoor een lekker band. Dus toen kreeg Gerard het vrije zicht. En die kon toen met mij langs de kant kon hij dus gewoon doorstomen naar Medef. En toen waren ze 20 kilometer later waren ze aan de finish. Hun zijn natuurlijk samen verder gegaan in de nieuwe stage. En wij ook. Alleen toen we daar aankwamen hadden we een starttijd. En onze starttijd was geloof ik 15 over 12 of zo. En toen startte een andere Kamaz op onze tijd. Dus wij vragen, hoe kan dat nou? Hoe kan er nou iemand anders met onze tijd starten? En toen zeiden ze, ja, het was inderdaad uw tijd. Rij maar. Hadden we ook alweer een dikke minuut of anderhalf minuut verloren. En vervolgens ook daar weer heel lang in het stof gereden. Het hield niet op. Later op de avond komt dan het bericht dat de wedstrijdleiding toch erkent dat er fouten gemaakt zijn. Onder andere bij de start van Peter Versluijs. En dat hij wel degelijk opgehouden is door één van de Kamassen. Dat betekent dat hij tijd teruggekregen heeft. En dus is dit de actuele stand in de tussenstand van het algemeen klassement. We zijn eigenlijk gewoon lekker in Belen, maar het was niet het makkelijkste dagje van de wereld. Hè? Mot, we hebben allemaal gezien, zeg. Hobbels, knotsen, snelheden, poeh. Ja, het was inderdaad voor mij de eerste dag dat Dakar was. We hadden in het begin een beetje snel technisch, zoals we al een paar dagen gehad hebben. Maar dan kwam eigenlijk echt het leuke en het betere werk.
Ja, die bumps in die vegetatie, rio's met zand, stenen, kort, smal, canyons waar je mooie rode canyons waar je doorheen. Lange proef, ze werd wel onderbroken door neutralisatie. Oké, daar kan de organisatie aan doen. Dat heeft te maken met natuurgebieden of woongebieden, dus daar hebben we al respect voor. Maar verder was het eigenlijk, ja, vandaag is Dakar begonnen. Maar we zijn in Berlijn, wederom een top 15 klasseer. Ik denk toch zo langzamerhand dat je mensen blijft verbazen. Ik moet er eerlijk in zijn. Ondanks het feit dat het voor jou zo langzamerhand normaal moet worden dat je daar rijdt. Ja, echt normaal is het niet, hè. Nee, en inderdaad, wij zijn ook wel verbaasd. En ja, we doen gewoon ons best. We doen gewoon ons best en we zijn gewoon eigenlijk met z'n drieën flink aan het crossen met het ding. Zodat het heel blijft, zodat we de ondersteuning kunnen blijven bieden en geven als het nodig mocht zijn. En toch de poetsen. De volgende etappe is weer een rondje om de kerk. Dat betekent dat de monteurs hun spulletjes lekker kunnen laten staan. Een beetje bijpitten her en der, want er wordt regelmatig tot 5 uur 's nachts doorgewerkt. Berlijn dus. Velen zeggen dat de Dakar nu pas echt gaat beginnen. Omdat er nu gewoon serieuze duinen te wachten staan voor alle deelnemers. Doe maar, Hans.
natuurlijk. Dat is Stacy. Moet komen. Exact. Zijn de stofwolken een beetje opgetrokken? We hebben de rijders even lekker laten gaan. Ja, het is logisch, daar komt ook een teleurstelling bij kijken op zo'n moment. Ja, zeker. Het is een zware rally. En ik heb het wel net met Peter overlegd. Op 1-2 dagen kan je eigenlijk alles verspelen wat je de eerste week hebt opgebouwd. En dat is het lastige van zo'n rally, die zo zwaar is, dat het af en toe tegen zit. Dan zitten we hier te wachten. Dan komt er één keer komt er al een vrachtwagen binnen en nog één. Dan horen we berichten over, ja, nee, de proef is weer ingekort. Nou, dat betekent dat je achterstand hebt. Kun je het ook niet goed maken. Zijn dat dan ook de momenten dat je hoopt, dat klinkt heel raar, dat er wat is aan de vrachtwagen, want dan weet je tenminste waar het aan gelegen heeft? Ja, het is voor ons altijd afwachten als ze binnenkomen waarom de tijd verspeeld is. Of ze vast hebben gestaan, of een technisch mankement, of een wiel gewisseld. Dat kunnen wij niet zien. We kunnen alleen de tijden zien. En als je voorop ligt, dan is het natuurlijk fantastisch. Maar als het tijd gaat kosten, of je verliest te veel tijd, waar ligt dat dan aan? Ja, dat is altijd wel fijn om te weten als ze binnenkomen, dat we in ieder geval weten waar het aan heeft gelegen. Dat we het in ieder geval kunnen verbeteren als het niet goed is. En aan de andere kant kijken we natuurlijk heel erg naar het klassement. En dat is elke dag moeilijk om de jongens toch weer aan te zetten om ervoor te gaan. Want we hebben nog steeds gewoon een kans om het podium te bereiken. En dat moeten we gewoon in het oog houden. Is het nog steeds een voordeel voor je dat je zelf gereden hebt? Of vreet het af en toe aan als je denkt, oh, ik had ze graag willen voelen. Want nu moet je het ook weer van de verhalen hebben. Kan, hè? Ik vind het nog steeds een moeilijke antwoord. Om daar een moeilijke vraag om antwoord op te geven. Ik vind het tot nu toe fantastisch wat we hier aan doen zijn. Als ik de ellende van de afgelopen 2 dagen zit, ben ik blij dat ik niet achter het stuur zit. Als ik de jongens ziet rijden met de auto's, denk ik, ja, potverdorie, misschien had ik dat ook nog wel bij kunnen houden. Maar ik heb een bewuste keuze genomen om te stoppen. En eigenlijk al na de Dakar is dat min of meer een stilzwijgende afspraak geweest dat ik mee zou gaan deze keer. Dat is uiteindelijk als teammanager en daar ben ik heel erg blij mee. En ik ben er tot nu toe ook heel erg trots op wat ze bereikt hebben. De 10e dag van de Dakar heeft de deelnemers gebracht van Belén naar La Rioja. En we zijn dan ook in La Rioja. Het is een circuitje waar we staan. We hebben curbstones, we hebben alles. Het was een klein ritje voor de mannen van de service teams. En dat was wel een voordeeltje. Maar 4 uur in de auto gezeten. Dat betekent dat ze nog een beetje uit konden rusten. Want de coureurs gaan laat komen. Want dit is de dag dat de duinen van Fiambala erin zitten. En in het verleden hebben die aangetoond dat die nu wel scherprechter zouden kunnen zijn. Het zou zomaar eens bijltjesdag kunnen zijn in de Dakar. Of dat auto's, motoren of vrachtwagens is, dat weten we niet. Laten we eerst maar eens gaan kijken wat er zo her en der op de proef gebeurde. Aan boord bij de mannen van het Eurol VEKA MAN Rally Team. Rustig voor de banden. Goed, ja, we hebben de waypoint. Naar rechts. En rechtdoor. Ik was in tweeën gebroken. Links. Let op. Naar Jan eventjes. Ja. En dan naar rechts of wat? Ja. Rechtuit en dan naar rechts. Eerst naar links en dan naar Jan. Oké. En dan weer kijken. Hij moet het ergens erover geraken. Nu naar Jan. Ja, maar we moeten niet dat ik hem mes, jongens. We moeten naar links. Naar links. Ik ga eromheen. Ja, dat is goed. Komt ja, goed. Goed. Pas op, het is opletten. Smal. Niet gek doen, Hans. Niet, ja. Oké, perfect plan. Goed. Hier kan je naar beneden, Hans, rechts. Nee, dat gaat niet. Kijk, daar. Ja, kom op. Zachtjes. Gek doen. Hier kan je ook. En dan naar links. We moeten naar rechts ergens een spoor vinden. Daar? Ja. Daar moet de spoor naar rechts gaan. Goed, Hans. Volgen. Ik was dus in tweeën gebroken. Ik ga niet lachen, jongens. Kom op. Kom maar op dat je dat zo zegt. Wij zijn er ook nog niet. Kom. 1.5 toch, Hans? Ja, alsjeblieft. Hier goed kijken. En je hoopt dat mijn rot aan. Niks. Ik doe banden. Ja, kom aan, dat is niets. Je doet dat goed. Volop. Ik heb wel, maar die banden niet. Ja. Ik weet het wel. Hou vast hier, hè? Ja.
Op de gemiddelde druk. En vroeger rechts naar beneden. Goed, kom maar jongens. Zachtjes. Naar Jan een beetje. Naar Jan een beetje. Back up. Ja, goed. Goed, Stacy. Links. Spanning onder controle, input 5. 2,75. Hier op letten, ja. Ja, ja, doe maar. Zo goed. Dit is een kooi. Ja. Wordt die kamaal al weg? Die is dan helemaal linksboven. Oh, ja, maar die gaat niet verder naar beneden, dan wij doen niet gekker. Ja, maar let op van onze banden, hè. Ja, je staat op 1,8, hè? Ja, ik ben aan het pompen. Laten we doen, dat is maar Dave. Die staat een half uur voor ons. Ja. Die gaan we links even mee naar beneden. Ja. En dan daar naar boven. Maak je er klaar voor. Dat is een mooie piste, dat ken wel. Beetje naar u. Ja. Dan naar rechts, naar beneden, naar beneden. Hij komt terug. Oh, hij komt terug. Kent toch niet? Is dat een waypoint? Nee. En nee, had je niet. Geen waypoint, afkappen dan? Ik heb eens kijken dan. Ik heb 275. 174 kilometer. Ja. Ja, we zijn hier. Ik heb ja, verder. Ja, 275 moeten we hebben. Dan moeten we toe of niet? Heb je een waypoint of niet? Nee, we hebben geen waypoint. Ja, dat is goed. We moeten, ik heb 2,75 hebben. Dat is dit dus. Hans, de dag met de duinen van Fiambala. Daar heb jij in het verleden heb je daar rare dingen mee gemaakt, nare dingen mee gemaakt. Je bent er, dan denk je van de dag, ja, was nou een moeilijke dag niet. Klassementsgewijs, steady en pushen. Ja, we hebben klassement technisch een goede dag gehad. Natuurlijk, ja, we hebben een lekker band gehad. En, Peter Versluis, zeg maar, mijn teammaat, die stond al vrij kort na de start met een lekke band. Ben ik even gestopt of ja, die wuiven me door. Ik denk, ja, oké, dan prima. En ik denk dat wij 30 kilometer verder aan de beurt waren met een lekke band. Toen kwam Peter weer voorbij. En weer een aantal kilometers verder. Ja, ik kan goed 100 kilometer verder zijn en zo stond Peter weer. En ja, ik wou weer stoppen en die wuiven ook weer door. Dus ja, het was wel een hele moeilijke proef. En, ik ben benieuwd of iedereen erin komt, want we hadden ook soms moeite om boven te komen. Maar ja, goed, we hebben een beetje knullige dingen meegemaakt. Ik heb op een gegeven moment een blikje onder mijn koppelingspedaal gehad, dus dan moest ik verstoppen. Want hij schoot helemaal onder de pedaal, dus ik kon niet koppelen. Ja, en we hebben die band gewisseld, heb ik mijn niergordel losgedaan, want ik had het zo warm en ik denk, gooi dit ding weg. Ja, toen was ik weer aan het draaien, ik kreeg zo'n klap in mijn rug. Dan ben ik toch maar even gestopt, ik denk, mijn rug is even belangrijker. Ja. Als je dan even dat blikje en die nier in, ben je al 6 minuten kwijt. En, maar ja, achteraf moeten we natuurlijk best tevreden zijn. Het tempo dat we kunnen draaien is super. En morgen 400 kilometer. En ik wil toch eens proberen morgen even een knalletje te geven. De open deur wellicht, je lacht wel, maar je bent niet blij? Niet helemaal, nee. We stonden op vanmorgen met een band die rechtsvoor op 1,6 bar stond. En ik denk, nou, we kijken wel. En onderweg liep je weer af. En dat hebben we gewisseld. En uiteindelijk hebben we dat nog 7 keer gedaan in de wedstrijd. Met de assistentie van iedereen om ons heen. En nu op de liaison hebben we de geruilde band die we gekregen hebben van een paar anderen. Die klapte weer uit elkaar, op de liaison. Een band lopen schuiven van voor en achter op 3 wielen. Zijn de laatste 25 kilometer van de proef hebben we op 3 wielen gereden. Eigenlijk 2,5, want rechtsvoor was ook lek. Daar zat nog 0,6 bar in. Achter was kapot, linksvoor zat hout in. Dus met 1 lekke, 1,5 lekke en 1 leeglopende band zijn we de proef uitgekomen.
En dan is het zomaar bijna 1 uur 's nachts als de laatste twee trucks net aangekomen zijn. Want ja, het ging niet van een leien dakje. Onderdeel geworden van Bijltjesdag in Fiambala in de Dakar van 2016. Problemen met banden, veel gebel. Wat kan er, wat mag er vooral binnen de reglementen? Maar uiteindelijk hebben we het voor elkaar gebokst en zijn de auto's van Peter Versluis en natuurlijk ook die van Marcel Huigenvoort gewoon aangekomen op het bivak. Had nogal wat voeten in de aarde en het heeft nogal wat voeten in de aarde. Want binnen 6,5 uur moeten deze jongens alweer onderweg naar de volgende proef. En dat betekent één ding, de mannen die de banden moeten prepareren gaan niet slapen. De monteurs gaan zeer waarschijnlijk ook niet slapen. Ja, als het weer licht is en dat hoort erbij, dat is de Dakar, daar zijn ze op voorbereid. Maar als het al te vaak gebeurt, wordt het lastig. En het heeft de laatste dagen niet meegezeten. Maar wie weet brengt de start van de rally dan toch nog wel weer wat moois. Want ja, de fighting spirit, die is er nog altijd. De 11e etappe van de Dakar brengt de deelnemers van La Rioja naar San Juan. En het is een etappe... Een special stage van 431 kilometer hierachter zie je de trucks klaarstaan om te gaan starten. Het was een korte nacht, een helse nacht. Veel van de monteurs hebben niet eens geslapen. De coureurs hebben zo'n 4,5 uur slaap weten te pakken. Maar hebben inmiddels voordat ze hier staan ook alweer 3,5 uur in de truck gezeten om uiteindelijk bij de start van de proef te komen. Klassement voor Hans Stacey, die derde plek, daar zal hij voor gaan knokken. Voor Peter Versluis zal het misschien gokken en jagen zijn op een dagoverwinning. Laten we maar eens kijken wat er gebeurde op die proef van 431 kilometer dus naar San Juan. Yeah.
kilometer, de etappe naar San Juan. Het feit dat je eigenlijk gewoon de hele dag makkelijk in de top 3 opereert, uiteindelijk tweede wordt, betekent dat dat je gewoon voor jezelf ziet als van ja, maar wacht even, als we geen problemen hebben, dan hebben we nog alles, dan hebben we de snelheid, dan hebben we de auto. Ja, die hebben we zeker. Dus vandaag was het wel onze etappe ook. Het was een hele lange proef, 430 kilometer. Echt buffelen. De vering stond, ze zeiden tegen mij toen ik vanmorgen vertrok, hij staat op zijn kamas. Nou, dan weet ik onderhand wel wat het dan is, want hij staat bikkeltje hard. En is niet voor mij weggelegd. Ik had hem morgen iets soepeler maken. Dan kan hem nog harder. Maar we gingen vandaag heel hard. We zijn tweede geworden. Alleen ze rijden niet allemaal de volle proef zelf. Ik heb vandaag meegemaakt, ik hoop dat Jordi die beelden nog in deze video laat zien, dat er één keer van rechts een kamas komt die gewoon aan het afsteken is. En dus dat betekent dat ze dus met apparatuur bezig zijn om routes uit te gaan stippelen die dus korter zijn. Want kamas zat gewoon volop achter mij. Volgens mij was het Karginov, ik weet het niet meer zeker. En die kwam in één keer vol van rechts. Maar ja goed, ze halen alle waypoints op, dus ze zijn legaal bezig. Ja goed, wij leggen op eigenlijk gewoon veel meer kilometers af. Hans Stacey in de 506 deed wat hij voorspeld had, dat wil zeggen aanvallen. Aan het begin van de proef gaat hij knetteren en knetterhard. Maar om zo'n hele dag tot een goed einde te brengen heb je ook dat beetje geluk nodig. En dat was er niet. Twee lekke banden op hetzelfde moment en dat gebeurt ook niet vaak. En dan ben je zomaar een half uur kwijt. Maar de kleine Brabander zal nooit opgeven en beukt gewoon verder. Alarm. Ja. 16 volgen. Daar. Ja, links is goed. Kut hè. Het mag niet. Marcel Huigenvoort, de een zegt binnen zonder kloppen. Ik zeg binnen bij daglicht. Lekker. Ja, heel lekker. Oh, we hebben een fijne dag gehad vandaag. Ja, echt geweldig. Ja, die motorrace hebben ze iets aan veranderd. Dat weet ik niet, maar hij trekt nou gewoon van nul. Dus vanaf stationair sluit niet meer af. Dat is gewoon geweldig. Nou, we hebben gereden, we hebben twee keer gestopt, want we dachten dat we iets hoorden. En we hebben een keer voor Riewald gestopt. Dus de uitslag kan ik niet zeggen, maar ik heb wel een heel goed gevoel over, ondanks die stops. De auto van Marcel Huigenvoort had uiteindelijk een kleine aerodynamische aanpassing, want voor de start had hij een lekke band. De service trucks waren in de buurt en van het dak af moest de lekke band even gegeven worden aan Marcel Huigenvoort. Wat doe je dan? Je stuitert die band van het dak af, maar dan stuitert hij verder. En dus was het resultaat een deuk op de zijkant van de auto van Marcel Huigenvoort. Ik zou het overheen vrijdag 15 januari, de voorlaatste dag van de Dakar van 2016. In alle redelijkheid, het klassement is voorbij. Vooral voor Hans Stacey als voor Peter Versluis. Een podiumplek zit er niet meer in. Maar voor een dagoverwinning willen ze natuurlijk nog heel graag vechten. Daar hebben ze nog twee kansen voor. Hier is de start van de proef. Dan hebben ze inmiddels al 415 kilometer gereden. En dan komt er nog een kleine 300 achteraan. Maar ze willen ervoor gaan. Kijken of dat lukt op de voorlaatste proef van de Dakar van 2016. Ja. Kom aan. Ja, die sneller. Ach jongens. Ik ga de 30 voor elkaar. En nou gaat hij niet meer aan de kant. Ongelooflijk. Sentinelle. Ja. Hier rechts mee. Niet te hevig gaan ze gelijk op zijn. Ja, maar ja, Serge, let op! Ja. Jongen. Hoe krijgen we ze zonder? Nachts. Zakken met die spanning. Ja. Ja.
erdoor, gaat erdoor. Oké, okay. Okay, go on. Zakken, Jan. Ja, 3.5. Nee, zakken, 3. Spiegel glad. Sorry, haak links, de kite links, zeer smal. Dus op tijd inremmen. Smal links, zeer smal. Ja. 500 meter. En gewoon naar rechts, maar. Ja, dat kan zijn. Het is de kite links. 300 meter, kite links. 200 meter, kite links, net voor een huis. Daar, ja. Net voor huis, ja. Kite links. De rem nu niet voorbij. De rem niet voorbij. Nee, nee, ik zeg het gewoon. Jop, alright. 700 meter. Beetje zakken, Jan. Ja, een beetje. 3.8. Ja. Opgelet hier, goed kijken. Rustig, rustig. Niet te heftig, dat je niet in de spoor gerokt. Nee. Smalle doorgang, rechte lijn. Smalle doorgang. Ja. Kilometer vrij. Serge, is derde worden op 3 seconden, is dat zuur? Of heb je dan zoiets van, why, hoe? Weet waar ik het heb laten liggen? Of zijn er andere redenen? Het is zuur als je er niet kunt aan doen. Het is zuur omdat we eigenlijk vrij snel stof hadden van een druk die we net niet kort genoeg bijgeraakten om te sentinellen. Het lag gewoon aan de situatie, niet aan die wagen. Je kunt op zee vrij in die bergen. Je hebt wel noods, maar eigenlijk echte hoofdnoods. Je hebt veel bochten die dan toch blind eraan komen. Eerst we erbij waren, is die netjes aan de kant gegaan. Maar dan eigenlijk de hoofdreden dat we eigenlijk al veel tijd zijn verloren is een Colombiaan dat we hebben kunnen zien met een Toyota Standard. Oké, dat die jongen traag rijdt, maar die heeft ons van kilometer 200 tot CP2 echt aan de lijn gehouden. En dan zelfs nog aan de CP is die eigenlijk wou die ons nog niet doorlaten. Dus daar hebben we denk ik toch wel een 3-4 minuten laten liggen, want dat is echt Hans' proef en die hadden we moeten winnen. Probeer elke dag een etappe overwinning te halen. Het moet ook allemaal lopen. Alleen ja, vandaag hadden we gewoon de vering voor elkaar. We hadden de grip voor elkaar. Ik zat lekker in mijn vel. En, nou, je kan je kop wel laten hangen, maar dan kom je gewoon, dan bereik je niks mee. Dus het is de ene laatste dag. Je weet dat ik ooit een keer de laatste dag heb afgesloten met een dagoverwinning. Ik heb een keer de eerste dagoverwinning gehad. Dus nu wil ik de laatste twee eens afsluiten. Ik ga het morgen weer proberen. Ja, dan moet je nog even met Stacey in het overleg, want die heeft namelijk hetzelfde plan. Met je pech, want dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik ga het gewoon nog een keer doen. Dus ik weet niet wat hij van plan is, maar dan zal hij inderdaad een andere strategie moeten bepalen. Strategie hoeft hij mij niet meer te bepalen, want ik ga niet meer met hem mee. De laatste dag hebben we niks meer met elkaar te beslissen, dus we gaan gewoon samen dan maar kijken hoe ver we komen. Dus hij is er trouwens niet. Ik zal hem zo wel vertellen. Marcel, voorlaatste etappe van deze Dakar 2016, jouw eerste met de truck. Je komt er dan nog steeds met een glimlach uit en dat vind ik tof om te zien. Ja, was mooi. Maar gisteren ook waren allemaal eigenlijk keizware etappen. Die was helemaal een 10. En vandaag was je eigenlijk ook gewoon, ja, gewoon 10. Ja, wel genoten, zeg maar. Morgen nog een dagje parade, 180 kilometer proef. En dan naar Rosario, podium, mensen, feest, muziek. Ja, ja. Dat past jou wel, hè? Ja, dat past me ook wel. Maar we gaan pas juichen als we er zijn, hè. Als we ook de verbinding erna gereden hebben. Ah, dus toch die verbinding. Ja, ja, maar dat vind ik niet erg. Maar die 180, dat kan van alles gebeuren morgen. Vandaag ook denk ik wel 10 luxe wagens eruit of zo, hè. En ik kwam er net, hier komt er ook in. Nou, heel zijn achteras geven onder, hè. Want het was toch een tricky proef vandaag, hoor. Dat is niet te onderschatten.
sta je naast Harry Schuurmans. Harry Schuurmans, zeg maar de Ross Brawn van het team. Die is technical director. Harry, ik wil eens even wat vragen. We zien natuurlijk deze vrachtwagens hier. Jij weet van A tot Z hoe het allemaal in elkaar zit. Een van de belangrijke zaken die natuurlijk voor een team geldt is, je hebt sponsoren, je hebt hoofdsponsor. Een van de belangrijke die wij hebben is Eurol. Het feit dat ze hoofdsponsor zijn van het team, is er ergens misschien dan toch nog iets zeggen. Ja, maar er is één speciale olie die we ontwikkeld hebben, meegekregen hebben om uit te proberen. Want ja, de ontwikkeling moet doorgaan. Ja, we hebben ik heb een keer de vraag gesteld of dat we voor de achterassen een betere olie hebben, hittebestendig, die niet snel verbrandt. Omdat er grote temperaturen door het ramen in de olie komen, in de naven. En daar heeft Eurol over nagedacht en die zijn iets gaan ontwikkelen. En daar hebben we nu sinds 2 jaar hebben we dat product erin zitten en dat bevalt heel goed. We hebben eigenlijk heel weinig slijtage. En de olie komt eigenlijk nog steeds goed uit de kadam. Dus het is een zeer goed product, daar zijn we zeer tevreden over. Dag vrienden en vriendinnen, daar zijn we weer. De laatste dag van de Dakar eindigt altijd zoals altijd. Alle Dakars bij het podium, dat is hierachter. In Rosario in dit geval. De trucks zijn ook inmiddels aangekomen bij het podium, maar die moeten nog wel eventjes wachten. En dus gaan we eens kijken wat er gebeurde, want die laatste proef, ook die is altijd weer belangrijk. Het zou een hele mooie dag voor het Eurol VEKA M1-team gaan worden.
mee. 100 meter smal links bruggetje. 50 meter hier smal bruggetje. Alles teruggekeken, we hebben gewoon een paar dingen laten liggen doordat we pech hebben. Maar eigenlijk over de bank genomen, we hebben gewoon als team, ook Peter, vandaag de tweede tijd weer, ja, is gewoon heel knap. En, ja, we hebben natuurlijk een aantal dingen die moeten verbeteren, maar ik ben eigenlijk, ja, de uitslag natuurlijk wil je winnen. Maar verder ben ik wel heel dik tevreden, na alle ja, calamiteiten die we onderweg gehad hebben, moeten blij zijn dat we hier staan. Het was toch niet een projectje van één jaar? Nee, in principe niet. Ik heb gezegd, als ik blijf rijden volgend jaar is wel bij het EVM-team. Het is toch, ja, ik ken de auto's natuurlijk vanavond tot kort. Ik heb ze zelf mee ontwikkeld. Ik ben eigenlijk de oprichter van een team en dat voelt gewoon heel vertrouwd. En, ja, eerst eens even naar huis en dan even resetten. Achteraf gezien ben je nu opgelucht dat deze voorbij is, dat je kunt concentreren op de volgende, wetende waar we wat moeten zoeken, dingen ontwikkelen? Ja, ik denk wel dat we wel weten waar we inderdaad kunnen verbeteren. Ook ikzelf, waar ik kan verbeteren. Ik heb het natuurlijk gewoon op één etappe echt verschrikkelijk laten liggen. En dat is jammer, maar ja goed, daar leer je wel van. Ik bedoel, het is mijn vijfde Dakar. Het mag wel een keer natuurlijk nu, maar ja goed, we gaan gewoon nog een jaartje verder. En afijn, ik kan nog wel meer jaren verder, maar volgend jaar wil ik er toch echt weer voor gaan. Monteurs en teambezetting, alles bij elkaar, denk ik echt een goede ploeg, hè? Hele goede ploeg. Ik heb het straks ook al tegen de mensen van RTL gezegd. Het is ongelooflijk, van de week elke dag goede service gekregen. Elke dag gewoon alles hebben ze gegeven wat ze konden geven. We hebben geen grote schades gereden, maar goed, je weet wel, ik bedoel, slijtage is hoog. En ja, ze hebben het gewoon weer geflikt, dus die jongens waren fantastisch dit jaar. Heel thuis telt. Klaar. En daar zijn we nou. We zijn heel binnen en dat telt. Dat is in mijn vader altijd. En ik denk, als je echt iets per se wilt, dan is er veel mogelijk. Want dit in 9 weken, vanaf het tussentelefoontje tot de finish, klaarmaken met een verse ploeg, dat is geen kattenpis. Dat beloof ik u. Dat is geen kattenpis. Dan is er gestreden. Ja, we hebben het knap gedaan.
The Eurol VEKA MAN Rally Team is supported by the following companies. The Eurol VEKA MAN Rally Team supports Stop ALS for better research and treatment of the ALS neurological disease.